dorp Kilate Assad op een dagreis met de bus ten oosten van Teheran. Hier wonen 1000 mensen, drinkwater of elektriciteit hebben ze niet. Hun levensomstandigheden zijn erbarmelijk. De vooruitgang, de witte revolutie van de Shah, de fortuinen van het oliegeld hebben zij niet gezien. Integendeel, hun situatie is nu slechter dan 20 jaar geleden. Hun bestaansmogelijkheden zijn grotendeels verdwenen na de landbouwhervorming. Het platteland is verwaarloosd. نه چندین دهاتا هست که ما سراغ داریم که هیچ کدومش نه آب داره نه برق داره نه هم بیمارستان داره و در دهات خود ما هم اگه یک مریضی داشته باشیم باید بچرخیم توی ده وسیله اگر پیدا کردیم بذاریم بریم سر یک فسخی در زم سر یک فسخی هم یه دکتر پاکستانی آوردن گذاشتن من بهش میگم سرم درد میکنه اون به من میگه پاد درد میکنه Water is het grootste probleem. De bron is niet hygiënisch. Met dit water bevloeit men ook de velden. Er is ooit een put geboord, maar de pompen kwamen niet. De landbouwpolitiek van het vorige regime wou dit soort dorpen doen verdwijnen, omdat ze toch niet rendabel zijn. Shoghoda, Tehran Ghassabi. He's a butcher at Tehran, the capital of Iran. So he works outside this village. Is it like that for all the men here in this village? شما خارج از بساب دهاتتون زندگی میکنین آیا برای همه مردم به این صورتی یا نه؟ بله آقا ما خارج از دهات اگر امورات ما توی دهات ما بگذره چرا باید بریم تهران زندگانی کنیم؟ Mensen van het dorp leven van wat ze ergens anders gaan verdienen. De kleine moestuintjes zijn de enige stukken grond die nog wat opbrengen. Nochtans bewerkten de boeren vroeger grote stukken in de vallei, die vruchtbaar is. Maar landbouw in dit dorre klimaat vraagt investeringen. En die kwamen er niet. Ze gingen naar grote landbouwbedrijven die gratis water kregen en overladen werden met subsidies. De wereldprijs voor graan is misschien goed voor Amerikaanse graanproducenten, maar deze boeren kunnen er niet van leven. En Iran moest per se een deel van de wereldvoedselmarkt worden. Dat is modern. Jammer voor de boeren. De industrie zag de boeren graag komen. Goedkope arbeiders voor alle mogelijke bedrijven. Maar die industrie blijkt nu een leeg vat te zijn. De meeste fabrieken produceren nutteloze verbruiksgoederen. Ze hangen af van grondstoffen of onderdelen die uit het Westen moeten komen. Op zichzelf betekent in Iran alleen de olieindustrie iets. Al de rest is import. Iran moest per se een schakel worden in het wereldkapitalisme. Dat is modern. Het nieuwe regime erft een land waarvan het evenwicht helemaal zoek is. Alleen een volledig nieuwe politiek, zowel economisch als sociaal, kan hier helpen. C'est facile à dire, mais c'est trop difficile à faire. Vous savez que la dépense nationale, la consommation nationale, s'est concentrée dans quelques villes. La moitié à Téhéran, disons la province de Téhéran. Il faut que l'État change, au moins en ce qui concerne la localisation de ses dépenses, change sa politique. Donc, de manière que les gens puissent revenir, parce que dans les grandes villes, ils ne sont pas actifs, ils sont, disons, dans le service, dans le secteur service. Ils peuvent revenir à leur village, même aux petites villes, pour recommencer leur travail de production.
Téhéran et quelques villes consomment à peu près 75% de la consommation nationale brute. Alors, ça, c'est beaucoup plus pire que le rapport de propriété. Vous voyez? C'est, si on veut dire, demander au peuple à quoi servent ces villes, pourquoi construire des villes à partir de revenus du pétrole et des importations, il vaut mieux de reconstruire une autre société, une autre écologie, une autre morphologie. Bon, faire comprendre tout ça a besoin d'une unité, d'une entente, d'un consensus national pour qu'on puisse le faire sans force, sans répression. Er is werk op de plank voor de nieuwe leiders van Iran. De opbouw van het land moet noodzakelijk gaan via een heropleving van de landbouw en van alle activiteiten op het platteland. De regering heeft de graanprijs al 7 keer hoger gebracht dan voorheen. De genationaliseerde gebieden waar de kudden niet mochten komen zijn opnieuw open. Maar er is veel meer nodig voor het land cultureel en economisch weer leeft. De verwachtingen hier zijn groot. Kishawarzima. به حفظ بودن ناموس به دولت بازرگانم الان از سر نو میخواد ایران ما تازه پایه‌گذاری بشه. یک برنامه به همخوردگیه، حالا داره تازه کشور اسلام سرپا میشه. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله. De islam is de laatste reddingsboei geweest waar het grootste deel van de Iraniërs zich aan hebben vastgeklampt. De culturele vervreemding van een verwesterd systeem heeft geleid tot een nieuwe aanhang van de islam als culturele basis. De boeren hopen in een islamitische staat hun ontwrichte families weer samen te zien. De stedelingen zien in de islam een vesting tegen de corruptie, tegen de morele ontwrichting van een systeem dat geen solidariteit kent. Geen wonder dat veel mensen geduldig denken dat de islam alle problemen oplost. Inshallah, imam Khomeini sarpa omad din islam befa shod durust meshe. Ma hich waqt in namardi o bisharafi on kesayi ke baradaramon o zadan nemibakhshim. Maar niet iedereen is geduldig en vol vertrouwen. De werklozen van Teheran hebben zich op aandringen van de arbeiderscomité's in de fabrieken die werken georganiseerd. Zij vragen werk tegen het loon dat ze voor de revolutie hadden en een werkloze vergoeding van 5000 frank per maand. De regering houdt de boot af, want de eisen van de werklozen en de andere arbeiders liggen breder dan alleen maar economisch.